is wel leuk. Maar vaak kan je ook echt graf af en toe iemand te zeggen van zo. Goed, even snel hoop ik. Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe video. Ik ben Sri Langendorf en ja, ik zit lekker net een video op te nemen en zo. Dus en dan klaar. En ik heb de camera in leeg. Dus ik zou zeggen, ik maak er allemaal een hele toffe dag van. En tot straks. Goed mensen, ik heb een ijsje op mijn kopje op. En massa gekeken en zo. Dus ja. Voor de rest gaan we gewoon lekker even verder. En ik kom muziek uitschrijven en kink en zo. En ja. Dus voor de rest is het gewoon lekker een rustig aan. Tot je dagje houden. En nu zien we om weg te gaan eigenlijk met het weer. Ook is het droog. Is het niet echt. Hoe wat? Nog even lekker chillen. Nog even vochten, ik loop er nog even te luiden. Het was vanmiddag na de lunch. Dus wat doen we toch zo tegenwoordig? Een beetje rustig aan doen. Ik kan nooit gelijk werken eigenlijk. Die kan het wel. Ja, dus weet je onder. Ik kan het dus niet gelijk werken. Laat eerst even bijkomen hier op YouTube kijken en zo. En dan gaan we pas werken. Goed mensen, ik ga op je eten. En ik heb trek te krijgen ondertussen. Dus we gaan je doen. Even hier pakken. Ook wel handig. Dus dan gaan we overdracht. Dus dat duurt wel even denk ik dan nog. Dus en dat is een beetje kristal clear. Dus ja. Goed mensen, ik ga lekker een hapje eten. En nee, niet joh. Ik ga lekker een hapje eten. En een druk gekregen ondertussen. Dus dan zie ik zo meteen weer. Dus ik ben net klaar om alles te doen. Dus we hebben nog een bakje te maken en iemand op de zetjes te doen morgen om de up te laden. Dus top. Dan gaan we nu douchen, want ik heb morgen douchen. Dus lekker zo eventjes. Morgen douchen weer. Wegen dat de vluchten zijn, waar ik morgen ga douchen. Dus dan hoef ik heerlijk morgen. Dus straks zeggen mensen tot straks ergens na het eten. Goed, mensen. Ik heb geen koffie, ik heb het klaar voor mezelf. Dus, sorry, een beetje. Voor de rest is het gewoon lekker. Rustig aan doen vandaag. Gewoon even koffie maken en dan gaan ze zijn. En heerlijk is van de koffie liggen. Echt. Dan moet ik doorgaan, maar ik neem niet de koffie voor jullie bij jullie op de vlog. Dag af en toe eens een keer moet ik. Is wel leuk. Maar vaak kan je ook echt af en toe iemand te zeggen van het is wel iedere keer hetzelfde. Ja, dat begrijp ik wel. Daarom doe ik het ook niet te vaak meer. Maar af en toe een keertje heel eventjes. En dan zijn we gewoon uit. Maar nu een keertje wel. Dat is vandaag geleden met jullie koffie gemaakt. Vind ik zelf eigenlijk. Dus ja. Goed, die doen we eruit. Koffie erin. Iedereen.
düşünüyorum. Evet. Hani kırmızı kahve çağırma. Çağ. Ay hani kofi. Yenilik ayıver. En ik moet dan deze echt toch meer stories gaan maken op Instagram. Ik mis het toch wel vaak, moet ik zeggen. Ook al ons werk. Dus ja. Echt, meer stories maken. Het ging niet hoor. Het ging niet hoor, van koffie. Niet alcohol staan, echt niet. Ik denk niet altijd alcohol, echt niet. Nooit meer zelfs. Ik sta er nog ongeveer 3 weken over met alcohol. Dus ja. Want dan is in een biertje eigenlijk echt wel dat je een biertje hebt. Goed mensen, ik zit dus een keer tv te kijken. En dacht ik een keer leuk kijken op de tv is en zo. YouTube was ik toch allemaal klaar met kijken met YouTube. Dus ja. Dacht ik een keer lekker tv kijken. Dus dan ga je aan het zetten. Goed, ik zit even naar aan het kijken op Vox. De stem van Bart van Tellingen. Het is wel heel fijn dat te horen. Ik wist natuurlijk niet dat dat natuurlijk was, maar nu ook ik het ook echt zelf. Het is wel heel grappig om te horen. Maar goed, ik heb vandaag een heerlijke dag gehad en lekker rustig aan gedaan verder. Niet veel meer gedaan eigenlijk, een beetje gechilled. Dus ja, tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook altijd. Vond je het van een leuk teken, een dikke met een duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw. Excuus. Nieuw ben. Dan zie ik jou morgen of even morgen een nieuwe vlog. Of in de avond om 7 uur. En deel de video. Dat zou wel leuk zijn. Dus dan kun je hem kijken dan weer. En dan zou ik zeggen, nou, tot de volgende.